Goedemorgen allemaal, lieve naar hier te komen richting het podium, alstublieft. We gaan zo meteen beginnen. Iedereen mag naar hier komen. Goedemorgen. Ik zal mezelf voorstellen. Ik ben Christophe. Ik ondersteun de vrijwilligers. Het is fijn dat jullie er veel zijn. Er zijn er 200 ingeschreven. Die zullen nu aan het binnenwandelen zijn allemaal. En ja, zoals ik zei, ik vind het wel fantastisch om te zien dat er zoveel vrijwilligers bezig zijn met engagement voor Engeland op te pakken. We hebben vele evenementen gedaan, vele acties. En dit is eigenlijk het eerste evenement dat echt alleen op basis is, vooral om de vrijwilligers in de aandacht te zetten. Dus allemaal voor jullie, speciaal is deze dag georganiseerd. Zonder vrijwilligers geen Ringland. Dus jullie mogen iemand anders aanspreken die je nog niet kent. En weer terug twee minuutjes, drie minuutjes een babbeltje doen. Zo leren jullie iemand nieuw kennen. Je dagje kan al niet meer stuk, want je hebt alweer één iemand nieuw leren kennen. Dus je gaat al straks naar huis met een extra nieuw contact in je adresboekje. Fijn dat we elkaar leren kennen. Ik hoop dat dat een leuk babbeltje was. En de eerste vraag gaat ook over de vrijwilligerswerking. Die is steviger dan ooit. En ik denk dat de meesten wel dat zullen bevestigen dat de werking eigenlijk sterker en sterker wordt. En de vraag is, hoeveel nieuwe actieve vrijwilligers zijn er bijgekomen sinds 2020? En het antwoord A is 35, of het antwoord B is 56. Wie denkt er allemaal A, 35? Ja. En wie denkt er allemaal B, 56? Ja. En het antwoord is B. Allee, ja. B is B, hè. Als je straks in het tentje gaat met de groene palen, met de vlagjes, dan ligt een grote pakket met al die verschillende ringparken ook uitgestippeld. En als extra bonus hebben wij natuurlijk bijgezet, want dat, wij vinden dat er extra bovenop moet komen. Ja, dat is iets dat daarnaast is. Ja. Beste vrienden, mag ik nog eventjes nog van jullie tijd? Ik wil jullie allemaal om te beginnen nogmaals geweldig bedanken om hier te zijn. Het is fantastisch.
om te zien en te voelen hoe groot het engagement blijft bij zoveel mensen om samen te werken aan die overkapping, wat toch het sleutelproject is voor een gezonde en een leefbare stad voor de volgende generaties. En het feit dat we 8 jaar later nog zoveel volk op de been brengen, is schitterend. Toen ging het om de grote massa, vandaag om de harde kern, die het werk verder zet en die ervoor blijft ijveren om die droom waar te maken. Jullie doen dat fantastisch, we zijn al goed bezig. Wat we gaan doen is het logo van Ringland vanuit de lucht fotograferen. Ja, of zelfs filmpjes maken. En dat is in allemaal pixels. Iedereen heeft een blad vast om in de lucht te steken. Onze droompiloot is hier al bezig om te oefenen. Iedereen mag mee aanschuiven daar achter aan het rijtje. Echt iedereen nodig, anders komen we er niet. Ja, ik zie al een mooie rij die in vormen is bij Wietse. Dat gaat perfect. Daar mogen we u bij aanschuiven. Zet even jullie mondmaskers op, want we gaan dicht bij elkaar aankomen. En dan gaan we met pixels weg, dat er om de beurt een aantal mensen hun blad in de lucht steken. Niet bezorgd zijn, het gaat allemaal duidelijk worden. Ik krijg je echt al een beetje kippenvel van. Ik vind het zeer leuk om te zien dat ik hier binnen loop. Kijk goed, kijk goed. We zijn aan de rij 5 begonnen, we zitten bijna in de helft. Het gaat prima. Het gaat zo door dan ik had gehoopt en je zal er zo eens aan. Ja. Een mooie aansluiting zoeken met de buren. Fantastisch, heel goed, heel goed.